Mouya, Vermeer. En dan kijkt hij eerst die lichaamsfijns en zo wat ruimte voor zichzelf gemaakt. In het centrum van het middenveld, Ekkelenkamp. Die mag ver oprukken. Hier is Bataille in de box. De lage voorzet, Ekkelenkamp kraakt zijn poging. En dan staat Kerk, ja, wel in een offside positie. Dus die 3-0 gaat niet door. Hij heeft niet zijn derde gescoord voor Antwerpen sinds zijn overgang deze winter. We gaan de herhaling die wij hebben al eens bijnemen. Nou, ik heb het gevoel dat het wel klopt. Dat hij toch met dat linkerbeen al voorbij van Hekken staat. Het was wel nipt. Op weg. Wat beslist punt. Het doelpunt wordt toegekend. Dus stond Kerk kennelijk niet offside. Hij viert zijn goal met Mouya, met Jansen. En nu ook met Ekkelenkamp. Dus een derde doelpunt van Nederlandse makelij in deze eerste helft. 3-0. En Ekkelenkamp was ook bij deze derde treffer een betrokkenen. Hij kraakt eigenlijk zijn schot. Zo wordt dat een paasje voor Girano Kerk, die in één tijd besluit. Niet het hardste schot natuurlijk. Hij kraakt zijn poging zelfs een klein beetje. Maar kennelijk dus via de official offside line